Nu hebben we dan de Play-Doh kleikeuken opgebouwd. Daarbij zitten deze vier potjes Play-Doh klei in wit, bruin, geel en groen. Dan hebben we hier natuurlijk de oven. En dan hebben we nog een pan. We hebben hier een aanrecht met een bord en bestek en een broodrooster. Hier hebben we verschillende recepten. Hier hebben we dan nog de pizzasnijder. En dan hebben we nog diepers. Dan zou ik denken, we gaan gewoon eens eventjes mijn lievelingsgerecht maken. En dat is als voorgerecht een salade. En daarna dan nog een lekkere pizza. En als er natuurlijk geen bijzonder iemand mag ontbreken, ja, dan ken ik wel iemand, denk ik. En die heb ik erbij gevraagd. Die gaat ons vandaag helpen om alles te maken en om het op te eten uiteraard. Hallo Cookie Monster! Hallo! Cookie Monster gaat ons vandaag helpen en hij zal onze speciale gast zijn tijdens het maken van deze salade. Dan gaan we beginnen! Alle andere dingen heb ik eventjes aan de kant geschoven. Dan heb ik de ruimte om ermee te werken. En voor de salade beginnen we als allereerste met rode bolletjes, dat worden de tomaten. Daarvoor pakken we de rode Play-Doh klei. Die delen we in tweeën. En die vormen we tot balletjes. Dat is 1. En 2. Dan hebben we natuurlijk ook nog salade nodig. Echt van die blaadjes sla. Dat maken we van groene Play-Doh klei. Die groene klei gaan we ook tot bolletjes maken. Zo. En dan hebben we nog witte Play-Doh klei nodig. Dat wordt dan onze mozzarella. Zo, dan hebben we hier nog mozzarella. En nu gaan we verder. En klaar is het dan. Dit is het voorgerecht. Een tomaten mozzarella salade. Cookie Monster, heb je zin om het te proberen? Proberen? Ja, ik eet het allemaal. Kom hier. Nou, oké dan. Hier hebben we wat tomaat. Om nom 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 nom. Ik wil meer. Je wil meer? Oké. Proberen we nog eens een blaadje sla. Om nom 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 nom. Dan mozzarella. En dan doe ik er nog wat bij. Om nom 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 nom. Nu pizza. Ja, dat komt er zo aan.
komen nu bij de pizza. Maar Cookie Monster kan amper wachten en ik ook niet. Hoe je de pizza maakt, dat zie je dan de volgende keer. Als je de video leuk vond, geef me dan een duimpje omhoog of abonneer je op ons kanaal. Meer video's vind je op het kanaal.